Miet en Piet hier. Wij zijn vandaag bij een van de grootste aardappelproducenten van Nederland. In ieder geval van de Flevopolder. En hij staat hier. Hallo. Welkom. Dit is Bastiaan en hij is van J.H. van de Linde Agribusiness in Marknesse. Ja. Een hele mond vol. Hele mond vol. Zeker weten. Een hele hoop vol, begreep ik, hè? Want hier telen ze dus echt mega veel aardappelen. Hoeveel kilo per jaar? Ja, de 30 miljoen. 30 miljoen kilo. Ja. Nou, dat kun je niet eens voorstellen hoeveel dat is. Maar als je weet dat deze hal nog mega veel daar naar achteren toe loopt. En ook nog die kant op en ook nog daar. Dan weet je waar al die aardappelen opgeslagen worden. Want jullie zijn producent voor onder andere Avico, heb ik begrepen. Klopt helemaal, ja. Ja, dus als jij iets van Avico uit de groente haalt, dan komt het bij deze manier uit Marknesse vandaan. En wij hebben ook begrepen dat het een best lange tijd in beslag neemt voordat het op dat bordje komt. En dat hij degene is die daar heel veel liefde en aandacht aan geeft. Minimaal voor een jaar lang voordat het überhaupt naar de Avico gaat. Dus realiseer je hoeveel tijd en energie en liefde en aandacht van deze mannen in jouw aardappeltje zit. Hey, maar we zijn het project gestart omdat telers nu met overschotten zitten omdat de restaurants dicht zijn. En vertel, hebben jullie ook aardappels over nu in deze coronatijd? Ja, in feite wel. We zijn hard op zoek naar alternatieve kanalen, zeg maar. En daarbij worden we wel ondersteund door onze hoofdafnemer. Ja. Maar op dit moment hebben wij zeg maar 1,5 miljoen kilo aardappelen over. Wow. 1,5 miljoen kilo, dus wel wat meer dan wat hier ligt. Ja, veel meer. Ja, zeker weten. 1 miljoen, waar laat je dat? Ja, dat ligt overal verdeeld in de schuren. Hoe omgaat dat nou? Voordat je zo'n aardappel hebt, wat moet er dan allemaal gebeuren? Ja, wat moet er dan allemaal gebeuren? Eerst stoppen we een kleine aardappel in de grond. Een kleintje? Ja, ietsje groter, zo groot ongeveer. Ja? En die, een pootaardappel. Een pootaardappel, ja. Precies. Die stoppen we in de grond en die gaan we nog goed verzorgen. Hoe lang ongeveer? Ja, dat loopt zeg maar van half maart of begin maart tot en met half augustus. Zo wow. Het is soms nog wel langer. Want we gooien ook, de laatste gooien wel in oktober, zeg maar. Maar jullie zorgen dus eigenlijk meer dan een half jaar voor de aardappeltjes. Ja. Voordat ze überhaupt uit de grond komen. Klopt helemaal. Meer dan een half jaar wordt er dus gezorgd voor een aardappel. Voor jouw patatje dus, ja, hè? Ja, dus denk daar eens goed over na als je zomaar iets weggooit. Heeft iemand een half jaar voor gezorgd? Dan liggen hier die aardappelen, ja. Denk ik. Die worden dan al en dan. Nou ja, dan deze zijn zeg maar in oktober hier in de schuur gekomen. En daar passen we dan vervolgens nog weer op tot en met, nou ja, je ziet het, tot en met nu zijn ze as we speak aan het afleveren. Ja. Dus, en dan nu gaan ze pas weg om verwerkt te worden tot patat. Heel lang haalbaar ook. Ja, als je er goed op past. Gelukkig. Vanaf dat jullie zo'n aardappel in de grond stoppen totdat die naar de leverancier gaat, zijn we eigenlijk al een jaar verder. Ja, meer dan. Ja, meer ruim. Dan een jaar. Ja. Dus dat, dan is er al die tijd goed gezorgd voor die aardappel. Als het goed is wel, als hij vervolgens zo weggaat, dan is er goed opgepast. Ja. Ja. En dan gaat hij naar de verwerking en wat maken ze er dan allemaal van? Ja, in principe ze schillen hem eerst. Ze maken hem schoon, ze schillen hem. Dat wordt vaak verwerkt nog tot zetmeel, zeg maar, de schil. Zodat ze voor veevoer of... Nee, dat niet. Ze doen, dan snijden ze er vervolgens in stukjes, dat het gewoon frietjes worden. In de vorm van patat. En alle stukjes, ja, want zo'n aardappel is rond en die frieten die zijn altijd mooi recht. Dus er zitten altijd hoekjes en dingetjes aan die afval zijn. Dat wordt weer verwerkt tot bijvoorbeeld puree die in een... Dus er wordt niks wat er daarvan weggegooid. Nee. Oh, nee. Nou, daar wordt mijn hart weer blij van. Ja, precies. Ja. Zullen we even kijken? Ja, tuurlijk. Ja. Kom, we gaan even rondlopen. Kom even. We gaan even kijken, ja. Hier is zo'n hele grote open ruimte, maar gebruiken jullie dit alleen maar als doorvoeren? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Soms. Je kunt gewoon naar binnen rijden. Ja. Wow. Dat hebben we nu op dit moment toevallig even niet zo, omdat we een bult rommel hebben staan, zou ik maar zeggen. Maar, dat kan wel meevallen hoor. Hoeveel vlakte hebben jullie? Ongeveer 1000 hectare. 1000 hectare? 2000 voetbalvelden. Ja. 2000 voetbalvelden? Ja. Ja. 2000 voetbalvelden? 2000. Ja. Wat is hier nog wel? Laat even.
Aardappelen. Ik denk dat het tijd is dat we een patatje gaan proeven. Ja, we nemen wat van je aardappelen mee. Dat is goed. Ik denk dat iedereen wel lekker kan koken met die aardappelen. Vast en zeker. Bedankt voor jouw tijd, energie, moeite en ook de liefde voor de aardappelen. Graag gedaan. Ja, ik ben er heel blij mee. Dankjewel. Doei.